Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is vandaag zaterdagochtend en het is 9:30 bijna. Ik zit in de make-up en hair bij Rosie Rose. Hoe heet je ook weer op Instagram? Ja, nee, maar dat andere. Rose with... Oh, Rosie with Rose, nee. Ze heeft me net opgemaakt. En nu heeft mijn haren nog wat extra krullen. Want ik heb zo opnames in Brugge. In België voor Meet the Players. Meet the Players is een social media en marketingbedrijf voor voetballers. Dus die verzorgen dan de Instagram en de social media, et cetera, voor alle spelers en zo. Die gaan een YouTube kanaal beginnen. Ja, ik ga vandaag hun eerste aflevering presenteren. De komende afleveringen ook. Zo echt heel erg leuk. Ik ga Stefano Denswil en Lex Immers bezoeken. Heb jij verder nog wat aan toe te voegen? Blijf lekker kijken! We zijn onderweg en Faan was zo lief om mij te brengen. Anders moest ik alleen. Maar Faan zei, zal ik je brengen? Nou, daar zit hij weer. We zijn er denk ik met een half uurtje. Toch? Zoiets? Drie kwartier. We zijn net voorbij Antwerpen. We moeten dus naar Brugge toe. En ik ben even het script hier nog even aan het doorlezen en aan het voorbereiden. En dan gaan we zo beginnen. Ik hoop dat het een beetje droog blijft vandaag. Je zegt ook eigenlijk nooit wat uit jezelf of zo. Even gezellig iets, een beetje kletsen met de mensen. Dat is toch heel vlot? Ja, maar mensen willen je ook horen. Je zit in de auto en je zit alleen maar zo. Al is het vroeg of laat, jij praat nooit met de mensen thuis. Vind je het een beetje mooi met make-up en haar of niet? Ja, ja. Gelukkig. Hij houdt namelijk niet zo van veel make-up en zo. Dat is dan wel weer lief, hè? De eerste locatie van het shooten is bij het Brugge Stadion. Jan Breidel Stadion heet het. En Stefano en Lex zijn nu nog gaan trainen tot 1 uur. En daarna ontmoeten we ze hiervoor. Nou, we zijn in Club Brugge in het Jan Breidel Stadion aangekomen. Dit is onze cameraman. Helemaal ingepakt, Jordi. Nou, ziet ze even aan het bellen. Ik kan je niet vertellen, het is onwijs koud. Ik ben helemaal aan het trillen, zo koud. Dus ik heb wel mijn jas meegenomen, maar die doe ik soms even uit. Wie mooi wil zijn, moet kou lijden, zeg maar. Ja, ziet, even vloggen van Meet the Players. Ja, jongen, we zijn een vlog. Meet the Players, eerste vlog met Lex Immers en Stefano Denswil in Brugge. Wanneer komt die online? Weet we nog niet. Even verrassing houden. Verrassing. Gewoon lekker in de gaten blijven houden. Ja, ik zag hem heel veel zon. Was goed, of moet ik lijstje in? Ja, het een beetje zon op me. FIFA Challenge, Lex, Fizz, Stefano. We spelen niet heel vaak FIFA, dus... Eigenlijk niet. Oei. Blaas hem over. Blaas die bal gewoon over. Nee, man, gekkie. Sowieso tussen de palen, man. 2-1. 2-1, oké. 2-1 voor Lex, ik wil toch wel eentje scoren, man. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ga maar verder met de instellingen en dan gaan we zo beginnen. Club Brugge tegen Club Brugge, oké. Okay. Is dat waar, Lex? Nee, man. Nee, sowieso niet. Wat zou jij zijn als je geen voetballer zou zijn, Lex? Ja, goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet echt, maar ik denk dat ik meer in de bouw zou zitten en een beetje tegelen, schilderen of dat soort dingen. Oké, duidelijk. Gaat het nog goed? Nee. En nu gaan we naar de grote markt. We gaan naar de grote markt. Wat gaan we doen bij de grote markt, boys? Chillen, man. Een beetje chillen, man. Oh, leuk dat die kleuren. Kleuren? Ja.
Tot zo! Ja? I like it. Waar is Jonna dan? Die komt zo meteen, hoor. Ja? Ja, playlist toch? Playlist, hij komt sowieso. Ken je Jonna ook, Lex, of niet? Ken je zijn muziek? Nee? Zo, de opnames zitten erop. Het was echt heel erg leuk. Vooral de FIFA challenge vond ik super grappig. Wanneer de video officieel online komt, dat weet ik nog niet. Maar daar hou ik hiervan op de hoogte. Maar dit was even een voorproefje. We gaan even niet filmen. Daar ben je toch wel. Hij deed net zo. Nee, niet mij. Nee, maar het was echt een geslaagde eerste draaidag voor MTP-TV. Toch, Faan? Ja. Toch was het toch ook leuk, een beetje behind the scenes mee te kijken? Ja, zeker. En je tas vasthouden, je jas verdragen, dat was leuk. Nou, niet zo doen. Wat? Dat was mijn taak. En je brengen, taxi. Ja. Uber. Nou, dat doen we toch voor elkaar? Zeker. Ik smeer toch ook je brood in de ochtend? Met liefde. En Lex op de verjaardag van zijn kind. Ja, Lex zijn zoontje was vandaag jarig, Milan. En toch nog even tijd maken voor ons. Dat vind ik echt, ja, echt heel erg leuk en dat maak je ook niet vaak mee. Voor een oud-Feyenoorder. Hij is mijn favoriete oud-Feyenoorder. Ja? Ja. Ja, echt een hele leuke, leuke gast. Ja, allebei. Stefano en, ja, en Lex. Ja. Vaan, dat kan niet anders, want dat is een Ajax. En hij heeft een mooie naam. Ik zei net tegen Stefano, mijn vriend heet Estefano, zegt hij. Ja, blijf gewoon een mooie naam. Hè. We zijn nu weer onderweg terug. We gaan even wat eten in Rotterdam. Bij de bazaar. And then I call it a day. Bye bye. Thank you. Bye. Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Tot volgende week.